Mist bestaat uit zeer kleine druppeltjes die in de lucht blijven zweven. Feitelijk is mist niets anders dan een wolk aan de grond. Lucht bevat waterdamp. Afhankelijk van de luchtsoort kan de lucht een bepaalde hoeveelheid waterdamp bevatten. Een luchtsoort is een grote hoeveelheid lucht boven een groot oppervlakte van wel honderden tot duizenden vierkante kilometers. Deze luchtmassa heeft dezelfde kenmerken voor vocht en temperatuur en ontstaat boven een brongebied, bijvoorbeeld een woestijn, een oceaan of de Noordpool. De lucht blijft daar lang hangen totdat deze in beweging komt door drukverschillen. En tijdens het verplaatsen kan de luchtsoort transformeren omdat hij boven andere oppervlaktes komt. Zo zijn er op aarde allerlei luchtsoorten. Terug naar de mist. Algemeen geldt, hoe kouder de lucht wordt, hoe minder waterdamp de lucht kan bevatten. Met andere woorden, bij afkoeling gaat de lucht condenseren en kan er mist ontstaan. In Nederland zien we dat vaak in de nachten gebeuren. De lucht koelt af en er ontstaat mist. Het is de meest voorkomende vorm van mist in ons land en we noemen deze mist stralingsmist. Het zicht kan ook slecht worden als gevolg van motregen. De hele fijne druppeltjes die vallen niet direct op de grond, maar blijven een beetje zweven in de onderste laag. En dat leidt ook tot mist. Mistvelden kunnen soms ook door een zwakke wind worden verplaatst en dan kan het weer zomaar omslaan. Je zit in het zonnetje en even later is het grijs en grauw als gevolg van mist. Deze mistsoort noemen we advectieve mist. Wanneer het zicht onder de 1000 meter komt, spreken we van mist. Komt het zicht onder de 200 meter, dan spreken we van dichte mist. En wordt het zicht minder dan 50 meter, dan is er sprake van zeer dichte mist. Vaak lost de mist in de loop van de dag weer op. Als de lucht warmer wordt, dan veranderen de waterdruppeltjes weer in waterdamp en verbetert het zicht. Maar ook door de wind kan de mist geleidelijk aan oplossen. Wanneer de wind toeneemt, kan het vocht over een dikkere luchtlaag worden verdeeld. Een deel van die luchtlaag kan droger zijn, waardoor het water weer gaat verdampen. Een andere mogelijkheid bij deze optie is dat de mist aan het aardoppervlak verdwijnt, maar dan wel laaghangende bewolking wordt. De laaghangende bewolking lost dan weer iets later op. Ook regen kan ervoor zorgen dat de mist verdwijnt. De grotere regendruppels sleuren de mistdruppeltjes mee naar de grond en het zicht wordt beter. Mist kan zeker in de herfst en winter lang blijven hangen. En dat komt omdat de processen die voor mistoplossing zorgen niet sterk genoeg zijn. En dan heb je zomaar heel de dag een grijze dag. En dan nog dit. Mist en verkeer gaan slecht samen. Mist kan zeer verraderlijk zijn, zeker als het zicht sterk fluctueert. Er zijn veel grote ongelukken in de mist gebeurd. Tijdens mist mag je mistlampen gebruiken, maar daar zijn wel regels voor. Kijk in deze video hoe dat precies zit.